We zijn 1,5 jaar geleden gestart met Stichting Leerkracht. En toen werden we enthousiast van ons eigen bord. En toen dacht ik vorige keer in de kerstvakantie, dan ga ik kijken of ik dat kan met de kleuters ook kan inzetten. Toen zijn we vorig jaar januari begonnen met het kleuterbord. En nu is hij eigenlijk zoals we hem zelf prettig vinden. En we 2 keer in de week beginnen met de check-in. Hoe voelen wij ons? En dat kan ook zijn, hoe was het spelen vandaag? Dus we stellen een vraag aan de kinderen en we bespreken het. Nou, je ziet hier ook de doelen van een rekendoel en een taaldoel. Die komen uit leerlijnen, dat is onze observatiemethode. En 1 keer in de 6-7 weken kiezen we daar een doel uit. Dat bespreken we met de kinderen. We gaan ook met ze bespreken hoe gaan we dat oefenen? Hoe weet de juf dat jij dat kent? En wat staat er tegenover? Nou, je ziet hier ook al, ze krijgen een sticker en hun naam mag erop als het doel al beheersen. En dat vinden ze heel erg leuk. Dit is een doel sociaal emotioneel gebied. Wij werken op school met PBS. Elke week staat er een doel centraal. Deze week is het, wij houden onze handen en voeten bij onszelf. Als de kinderen het laten zien, krijgen ze een muntje, een complimentje en mogen ze zelf hun naam opschrijven. En dit doel, dat is per week een ander doel. Hier aan de onderkant ziet u, dit willen wij leren. Dit zijn onderzoeksvragen die vanuit de kinderen komen en die zijn gericht op het thema waar we mee bezig in de klas zijn. Ze bedenken dan zelf welke vragen willen we stellen, waar willen we meer van weten, hoe gaan we dat doen. En ja, dat vinden ze heel erg leuk. De kinderen zijn meer betrokken bij hun eigen leerproces, al is het nog wel, ze zijn 4 en 5 jaar, dus heel bazaal. Maar het doel is, als je het in groep 1 opstart en ze leren de kennis mee te maken, eer ze in groep 8 zitten, weten ze precies hoe het rijdt en zeilt en kunnen ze dat heel goed. En ik merk dat de kinderen het ook leuk vinden om te doen. Ze zijn enthousiast, ze vinden het leuk, ze weten waarom het zo is. En dat is leuk. Dus je neemt de kinderen lekker mee in hun eigen leerproces.